Oké, we gaan vandaag vooruit in een vak parkeren. Zowel links vooruit als rechts vooruit. Ja, dus straks gaan we daar links vooruit in parkeren. En straks ook daar rechts vooruit in parkeren. Ik zal het eerst even een beetje uitleggen. Als we links vooruit in een vak gaan. Nou, het is bijzondere verrichtingen. Daarbij gaat natuurlijk al het oververkeer voor. Ja? Ik leg het altijd eerst even uit natuurlijk zonder kijktechnieken. En later vertel ik ook even de kijktechnieken erbij. Ja? Nou, belangrijk is als je vak vooruit ingaat dat je natuurlijk met gepaste snelheid aankomt. Ja, je komt hier rustig aanrijden. Ja, dan is het belangrijk dat je de koppeling intrapt. Ja. Ja, en rustig remmend richting je vak gaat. Ja, dus koppeling tijdig in. Dus dat doe je natuurlijk allemaal stapvoets. Kom je aanrijden, je hebt al teruggeschakeld, afgeremd. Maar dan op het laatste, als je stapvoets rolt, koppeling tijdig in. En remmend rol je richting je vak. Nou, dan is het instuurmoment. Ja, als je links vooruit erin gaat, als je spiegel, ja, je linker buitenspiegel, gelijk aan de lijn van jouw vak is. Ja? Nou, heel veel rijscholen of zelfs ook dit boek gebruikt als de lijn van het vak ervoor. Bijvoorbeeld bij jouw achterbank is. Of bij jouw riem. Of... Maar ja, dan moet je achter je gaan kijken wanneer dat moment er is. Vandaar zeg ik, als je, je kan het ook doen met je spiegel. En dat kan je dus voor je houden, je spiegel. Dan heb je veel beter zicht daarop. Dus dan is het makkelijker. Ja? Doe dat wel langzaam rollend. Nou, als dat punt bereikt is. Ja, dus je spiegel precies gelijk is met die lijn. Ja. Stuur je vlot en geheel in. Ja, je moet dus vlot insturen dan. Nou, koppeling heb je natuurlijk nog steeds in. Remmend rol je erin. En dan zul je ook zien dat je uiteraard al in het vak komt. Nou, op het moment dat die auto bijna recht staat. Ja, sturen we de wielen anderhalve stuurslag terug naar rechts. Zodat de auto natuurlijk recht in het vak komt. Ja? Nou, hoe kan je zien dat de hele auto in het vak staat? Dat je in het midden staat. Dat zal ik je laten zien. Dat kun je heel goed zien. Ik heb even een ander blaadje gepakt. Op het moment dat jouw onderkant van de spiegel gelijk staat met de lijn van het vak. Ja? Of als jij zelf halverwege het vak zit, of ja, op deze manier. Dus als jij zelf op de helft van het vak zit, of de onderkant van de spiegel gelijk staat met de zijlijnen van het vak. Zo heb je straks ook laten zien in de praktijk. Okay. Dan staat de hele auto in het vak. Ja, dus zo kan je zien als de onderkant van de stoeprand gelijk staat met de lijn. Of dus zelf in het midden zit van het vak. Dan zit de hele auto in het vak. Ja, dat in ieder geval niet je neus hier over de stoep gaat. Of met je kom nog helemaal op de weg staat. Nou, het kijken daarbij. Nou, dat is natuurlijk, als je aankomt, moet je natuurlijk van tevoren netjes binnen, spiegel, buitenspiegel, linkerschouder, richting naar links. En natuurlijk ook kijken of er geen tegemoetkomend verkeer aankomt. Ja, oh, veeg ik nou zo die streep door. Ja, en dan mag je natuurlijk rustig afslaan. Yes? Oké, dus binnen, buiten, linkerschouder, richting aan naar links. En je stuurt netjes het vak in. Ja? Dan gaan we nu ook naar rechts een vak in. Als je rechts vooruit een vak in gaat, dat is eigenlijk hetzelfde qua kijktechniek en natuurlijk wie er allemaal voor gaat. Het is ook een bijzondere verrichting. Het instrument is ook hetzelfde. Ja, ik heb hem even zo erbij getekend, professorisch. Ja, want hier wordt weer zeg maar de achterkant aangegeven. Maar nogmaals, vind ik niet handig, want dan moet je achteruit kijken wanneer het moment is. Vind ik niet handig. Dit kan ook heel goed weer de spiegel op de lijn zetten waar je in wil. Ja. Dat gaan we straks laten zien in de praktijk. En dan ook weer vlot en geheel insturen. Dus koppeling in, remmend rooi erheen, stapvoets. Vlot insturen als de spiegel op de lijn is. En ook natuurlijk weer stilzetten op het moment dat de auto recht komt. Het terugstuurmoment is hetzelfde als dat je links het vak in ging. Dus als de auto bijna recht staat, ja, stuur je anderhalve stuurslag terug naar links. En zet waardoor de auto recht komt. En ook weer stilzetten op het moment dat je zelf in het midden van het vak staat. Of dat je weer, als je hier zit, onderkant spiegel gelijk met de stoeprand. Ja? Nou, dat is even snel uitgelegd. Ja. Maar ja goed, het is natuurlijk hetzelfde eigenlijk natuurlijk als je links een vak ingaat. De technieken zijn hetzelfde. Wel belangrijk dus erbij is dat je eventjes dus wat ruimte pakt aan de linkerkant. Want blijf je strak aan de rechterkant rijden en je wil insturen, ja dan kan je die draai bijna niet maken. Ja? Vandaar. Pak even wat ruimte aan de linkerkant, zodat je even die draai kan maken en ook recht in het vak kan komen. Denk wel weer aan de tegenliggers, hè, want je mag natuurlijk geen ruimte zoeken als er tegenliggers aankomen. Komen die er niet aan? Nou, pak je lekker de ruimte, uiteraard wel kijken als je die zijdelingsverplaatsing maakt. Ja. Dan kijk je opnieuw op het moment dat je instuurt, dus binnen, buiten, rechter schouder, richting naar rechts. Nou ja, goed, en je stuurt vlot en geheel in. Ja? Oké. Okay. Beetje duidelijk? Ja hoor. Ja? Hoop ik. Vragen? Nee? Oké, als we links vooruit de vak insturen, wat is jouw instuurmoment dan? Als we links vooruit de vak insturen, weet je dan nog het instuurmoment? Als je spiegel gelijk is aan de eerste lane van de vak waarin je auto kwijt wil. Van je eigen vak, hè? Ja, keurig. En als je aankomt, hè? Ja. Wat doe je dan met je bediening? Wat is de volgorde van je bediening? Je komt stapvoets aan en dan? Ga je trapt je koppeling in. Ja. Remmend maak je bocht naar links. Natuurlijk kijk je eerst als er tegenliggers of mensen achter je zijn en die laat je voorgaan. Het is een bijzondere verrichting. Heel goed. Binnen, buiten en naast je kijken. Ja, en links dan, schouder. Ja, en dan ga je je handelingen richting aangeven. Klopt, hè? Dus wat je zei is goed, hè? Dus koppeling in, het kijken, voetje bij de remmen. Dus remmend gaan we het vak in. Ja. Remmend stuur je ook terug en zet je hem stil. Keurig, oké, gaan we doen. Ja, dus we gaan nu de praktijk oefenen.